Niet ver van Helmond ligt het plaatsje Bakel. Op zaterdagavond 17 oktober om 9:30 is het al vrij rustig op straat. Ook in de plaatselijke snackbar Den Belhamel is de grootste drukte voorbij. De tv staat aan, de eigenaar gebruikt zijn tijd nuttig. Om 9:45 komt er nog iemand de snackbar in. Even is er verwarring. Dan komt de eigenaar in actie. Klootzak, wegwezen! Wegwezen nu! Wegwezen! Hij ziet de dader nog wegrennen in de richting van de Hendrikstraat. En daar gaat hij hoogstwaarschijnlijk ook in, om een stukje verderop weer de hoek om te gaan, nu de Oranjestraat in. Hij moet hier haast wel langsgekomen zijn, want kort na de overval vonden mijn collega's hier een pistool. En we gaan ervan uit dat dit pistool door de dader is gebruikt bij de overval. Hierachter ligt het terrein van de Jan de Witt Kliniek. Vermoedelijk is hij via dit terrein verder gevlucht en nu hopen we dat er mensen zijn die hem daarna nog hebben gezien. Dat willen we graag weten. Het gaat om een blanke jonge man van een jaar of 20. En hij is niet al te groot, zo'n 1,70 meter. Verder heeft hij een normaal postuur en droeg hij die dag een lichtkleurig jak met capuchon en had hij een zwarte sjaal voor zijn gezicht. Als u een vermoeden heeft wie dit kan zijn, laat het weten. Voor de overval heeft de dader toch zeker een paar minuten voor de snackbar rondgehangen. Wachten op het goede moment, of misschien was hij toch een beetje onzeker. Hoe dan ook, het kan iemand opgevallen zijn. Hij ging er vandoor zonder buit, dus feitelijk hebben we het dan over een poging overval. Maar dat maakt het niet minder ernstig, want hij stond wel met een pistool te zwaaien. En juist die dreiging had behoorlijk wat impact op de eigenaar. Denk nog even terug aan zaterdagavond 17 oktober. Heeft u iets gezien in de buurt van de Dorpstraat? Het gebeurt wel vaker dat daders voor een overval al in de buurt rondhangen, de boel in de gaten houden, misschien het juiste moment afwachten. Dat kan opvallen. Om 9:45 werd de snackbar overvallen. Ineens stond de overvaller schreeuwend in de zaak. Zonder buit gaat hij er dan weer vandoor, rennend door de Dorpstraat in de richting van de Hendrikstraat. Zegt het signalement u iets? Heeft u andere informatie die de politie kan helpen de dader te vinden? Het nummer van de tiplijn is 0800 6070. Anoniem tippen kan uiteraard ook via Meld de Misdaad Anoniem op 0800 7000.